Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Simone de Boer. Simone, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent betrokken bij de PVDB, maar ook nog bij andere politieke zaken. Hè? Laten we eens beginnen bij die PVDB. Je bent de vrouw van Pieter van der Burg. Ooit gestart als Partij van der Burg, tegenwoordige Partij van de Burgers. Ja. Op de achtergrond, maar ook op de voorgrond actief. Van waar jouw politieke betrokkenheid? In de zin van de Partij van de Burgers is natuurlijk logisch, omdat bij ons thuis gaat het daar natuurlijk vaak over. En die is niet voor niks opgericht, dus ik ben daar al vanaf het begin actief betrokken bij en daardoor ook geïnteresseerd geraakt in politiek. Dus uiteindelijk in een commissie beland, raadscommissie. Ik ben geen raadslid, maar ik doe een raadscommissie. Dus is een van de drie commissies die onder de raad vallen. Ja, welke? Commissie bestuur. Oké, wat houdt dat in? In het bestuur zit zeg maar openbare veiligheid, milieu, ongediertebestrijding, noem maar op. Dus alles, allemaal concrete zaken? Ja, er zijn wel concrete zaken. En ook gewoon de regionale stukken die dus via regio Rivierenland worden geregeld. AVRI komt altijd elke maand terug, dus... Dat soort zaken wordt in commissie bestuur zeg maar behandeld. Oké, dus in die zin ook politieke ervaring. Ja. Bevalt jou dat? Ja, ik vind het wel heel leuk. Is het niet heel erg veel en stroperig? Hè? Het is al veel. Men zegt dat vanuit de buitenkant. Ja. En wat is nou mijn invloed? Is dat ook zo of niet? Ja, we hebben zeker invloed. We hebben laatst weer laten zien met schoolzwemmen dan wij invloed hebben. Dus het is maar net hoe je dat insteekt. En hoe je, je hebt stukken die gewoon heel stroperig zijn. Heel erg van, je moet gewoon wel dingen eruit pikken die voor jouw partij belangrijk zijn. Hè, vanuit je partijprogramma. En waar je gewoon voor de burgers iets voor kunt betekenen. Dat is voor ons heel belangrijk. We luisteren ook heel veel naar burgers. Want we willen gewoon van, wat willen mensen? En we gaan niet zitten bedenken van, dat of zo moet het moet zus of zo. We willen wel gewoon dat gewoon in samenspraak. Zeg maar. Nee, PVDB, dat is een lokale partij. Ja. Maar dan ben je sinds kort ook actief bij een landelijke partij. Ja, heel toevallig ben ik erin gerold, zeg maar. Jacques Monash heeft een nieuwe partij opgericht, Nieuwe Wegen, landelijk. Die is onlangs uit de PvdA gestapt. Ja, dat is een ex-PvdA. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom die eruit gestapt is? Ja? Of waarom hij was het fundamenteel niet eens met een aantal zaken, zoals onder andere het referendum, uitslag van het referendum van Oekraïne, dat naast zich neer is gelegd. En ook het feit dat hij zich als lijsttrekker beschikbaar wilde stellen en... dat je zeg maar zodat de PvdA had besloten tijdens het congres dat ze flitsleden accepteerden om dan tussen de lijsttrekkers te kunnen kiezen, hè, want niet iedereen is lid. Dus dan kon je, als je geen lid was, kon je voor korte tijd lid worden voor €2 of zo. En uiteindelijk is dat teruggetrokken. Dus er zijn een aantal fundamentele dingen gebeurd waarvan hij toen had gezegd van je kan ik niet meer door één deur, want dit is zo fundamenteel voor mij, dus ik ben eruit gestapt. Oké. Nieuwe Wegen. Ja. Maar dat was goed, Nieuwe Wegen en Simone de Boer. Hoe is dat bij elkaar gekomen? Ik heb dat dus een beetje gevolgd en uiteindelijk ook allemaal interviews van hem gevolgd. En op een zaterdagochtend ben ik wakker en ik kijk op mijn telefoon een interview van Jacques Monash in de Volkskrant. En er stond gewoon tak, 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 allemaal dingen in waarvan ik dacht, dat spreekt mij heel erg aan. Dus heb ik meteen een tweet eruit gegooid van want hij had in dat interview ook aangegeven van, ik overweeg om een nieuwe partij te beginnen. Jij zegt tak, 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 tak. Wat waren dan van, noem er eens een paar. Bijvoorbeeld dat referendum. Als je een referendum houdt, dan vind ik ook dat je daar iets met die uitslag moet en niet naast je neerleggen, weet je. Dat vind ik gewoon nog dom. Het immigratiebeleid, dat het best wel wat strenger kan in de zin van, anders wordt het gewoon echt niet sociaal. De zorg moet weer terug naar de menselijke maat. Allemaal van dat soort dingen. Dat ik dacht van dit is en ook gewoon heel duidelijk gewoon, weet je wel. Niet dat is makkelijk roepen voor de bühne, maar het moet ook nog eens een keer gerealiseerd gaan worden. Ja, moet gerealiseerd nieuwe wegen. Worden. En daarom Nieuwe Wegen, ja. Nou goed, jij had een tweet. Ja, ik heb een tweet eruit gegooid van ik ben helemaal voor, mijn steun heb je, bla bla. En die heeft hij geretweet en gedacht van hij kreeg natuurlijk heel veel reacties. En een paar dagen heeft hij mijn berichtje gestuurd van, kan ik jou bellen? En toen heeft hij mij gebeld om te vragen of ik in zijn brainstormclub wil plaatsnemen. Een soort denktank. Van ik overweeg een nieuwe partij en ik wil gewoon een stel mensen uit het land, gewoon uit het veld. Geen haute méthode uit Den Haag. Wil ik gewoon even brainstormen van, heeft dat zin? Ga ik daarmee door? Ga ik er niet mee door? En wat is dan een partijnaam? Hoe ga ik dan een programma invullen? Hoe ga ik dat aanvliegen? Dus toen heb ik met drie of vier sessies meegedaan. En daar zat je dan? Ja, zat ik dan op een geheime locatie midden in het land. Want niemand mocht dat weten natuurlijk. Dus het was allemaal heel spannend en was helemaal heel leuk. En je zit dan met een man of 25 die je ook helemaal niet kent en die overal vandaan komen.
En uit de zorg, reclame mensen en noem maar op, uit het onderwijs. Ja, en dat is heel leuk, want wij zijn natuurlijk zelf ook begonnen met een nieuwe partij. En dat was allemaal ook heel klein. Dan gingen we ook allemaal met dat soort mensen praten. Van, goh, hoe gaan we dat dan doen? En dit was dan op een landelijk level. Maar het heeft... Heb je je mond open gedaan tijdens... Zeker, want ze hebben natuurlijk gewoon een ervaring in hoe ga je een nieuwe partij beginnen? En hoe ga je dat aanvliegen en zo? Dus je kunt wel jouw ervaring inbrengen. Dat hebben we ook gedaan. Heeft hij ook echt naar geluisterd. Want hij heeft dus, zoals die mensen van de markt bijvoorbeeld. En we hadden zoiets van, als je terug wil gaan naar het volk. Hè, je moet gewoon naar de mensen. Je wil gewoon weer horen wat de mensen op straat vinden. En misschien ook mogelijk ergens nog een oplossing voor vinden. Ja, dan moet je die er wel bij betrekken en bijhouden. Dus daar heeft hij ook echt naar geluisterd. En we hebben ook uiteindelijk met partijnamen gestoeid. Een van de opties was Partij van Burgers. En niet van de burgers, maar van burgers. Dus dat was ook een van de opties van hoe ga ik mijn nieuwe partij noemen dan. Goed, maar goed, als het beestje uiteindelijk maar een naam als heeft. Maar een naam dat heeft. Is Nieuwe Wegen. Ja, en wat ga jij daar, wat zijn jouw ambities? Nou, dit is toevallig binnen 2 weken op mijn pad gekomen. Dit speelt pas 2 weken. Ik had echt nooit echt ambitie van, ik moet landelijk iets gaan doen. Ja, en in dit verband is het natuurlijk soort van, je bent er nu zo dichtbij betrokken. Volgende week komen we weer met z'n allen bij elkaar. En ja, er moet natuurlijk heel veel nog gebeuren. Want hij heeft natuurlijk wel aangegeven, ik ga een nieuwe partij beginnen. Maar je moet natuurlijk ook nog heel veel ondersteuningsverklaringen binnenhouden. Ja, het moet allemaal nog geregeld worden. Dus ja, er is nog genoeg werk te verrichten. En het programma heeft natuurlijk wel een soort... 12 punten. Een leidraad. Een leidraad. En dat moet allemaal nog met input van mensen uit het veld, uit het onderwijs, uit de zorg, moet het nog echt ingevuld gaan worden. En ja, dus het is nog te vroeg om te zeggen van mensen, Nieuwe Wegen, dat is de partij die het verschil gaat maken. Nee, dat is niet te vroeg. Dat gaat wel gebeuren. Dat gaat al gebeuren. gaan jullie dan het verschil maken? Anders zou ik me daar niet door aangesproken voelen. Hey, als ik dan mag spreken over jullie, hoe gaan jullie het verschil dan maken? Ja, ik vind jullie nog een beetje een soort van... Ik ben heel net betrokken bij een nieuwe partij. En het verschil wat gemaakt geworden is dat we gewoon... Dat Nieuwe Wegen in mijn beleving gaat zorgen dat er weer gewoon... Dat het vertrouwen weer terug moet komen. En dat mensen weer naar een soort van... Dus eindelijk iemand waar ik iets mee kan. Je kan gewoon zelf contact opnemen. We hebben op de website nieuwewegen.nu een linkje meedoen. Je kan gewoon allemaal meedoen. Je kan allemaal je input brengen. Dat er gewoon deze partij zorgt dat de kloof kleiner gaat worden, zeg maar. Dat er weer geluisterd wordt en dat er weer gewoon de vraag gesteld wordt van... wat vind jij er nou van en hoe zou jij dat dan zien? En geen achterkamertjes politiek, maar... Geen achterkamertjes politiek, ook niet gewoon van wij in Den Haag gaan het wel even bedenken wat voor jullie goed is. Wel met een sociaal hart. Ja, sociaal hart en een gezond verstand. Ja, dat is een hele mooie. Ja. Hey, kan ik met jou een afspraak maken bij deze, dat als er weer meer duidelijkheid is, dat je dat komt toelichten? Ja, wil ik graag doen. Nou, zeker. Deze. Ja. Hey, we gaan je veel succes wensen. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot de volgende keer.